What's up boys and girls? Vandaag wordt het net iets even anders. De audio kan iets anders klinken dan normaal, want mijn camera die is eventjes weg. Die is even terug naar de winkel. Want hij gaf namelijk een paar kuren, dus die moet dan even weg. Dus nu schiet ik alles gewoon weer met mijn telefoon, dus het kan iets anders klinken of het kan iets anders eruit zien. Ik kan dus ook niet tegelijkertijd van boven en aan de voorkant een shot nemen, maar dat maakt niet uit. Deze keer gaan we namelijk een buitenwandlamp, een Zula lamp, gaan wij upgraden. We gaan er ten eerste lithium phosphor polymer 4 batterijen inzetten. Er zit nu gewoon een nikkel metaal accu in, dus dat wil zeggen dat je veel langer meegaat en hij geeft waarschijnlijk ook net iets meer power. Nou, dit is de lamp. Deze doos is nog nooit open geweest. Ik kan hem heel even laten zien. Zo, dit is een buitenwandlamp en hier zit een ledje in. Ja, die kan je nu niet zien. Nou, de batterij die er nu in zit, die geeft eigenlijk al helemaal geen poor meer, want hij best wel lang heeft hij in die doos gezeten. En ik vind hem ook niet zo heel mooi eigenlijk, want hij is nu een soort van geborsteld metaal en daar hou ik niet van. Ik heb liever alles mat zwart, mat wit of mat zwart en hoogglanswit. Dus we gaan hem ook nog even spuiten. Maar laten we in ieder geval beginnen met het upgraden van de batterij die erin zit. Dan schakelen we zo meteen even over naar de camera van boven. En dan zien jullie mij niet meer van de voorkant, maar dat maakt niet uit. Dus dan gaan we dat eerst doen. En dan neem ik jullie daarna gewoon gelijk mee naar buiten. En dan kunnen we gelijk het eindresultaat zien. Het kan zijn dat het niet zo heel lang project geworden, maar dat maakt niet uit. Want het is alsnog best wel bruut. Hoop ik dan in ieder geval. En dan gaan we het zien. Hij geeft in ieder geval nu aan dat hij 15 lumen geeft. Nou, dadelijk zal het iets meer zijn. Waterproof, stainless steel. Nou, stainless steel in Zeeland is toch niet echt stainless steel. High power LED en 8 branduren. Nou, die 8 branduren die gaan we meer dan verdriedubbelen, denk ik. Maar dat komt inderdaad wel in orde. Dus, let's go!
lamp komt trouwens van Shirley vandaan. Shirley! Lamp is gefixt, dan gaan we hem nu spuiten en dan gaan we daarna gelijk ophangen. Zie ik jullie zo! Wat heb je nodig? Verf, een beetje Scotch Brite pads, washi tape omdat je geen afplakband hebt en het is beter voor het milieu om dingen te gebruiken die je wel hebt. En de lamp. Ik ga eerst even met de Scotch Brite pads even over het oppervlak heen. Dan is hij wat meer gehavend, zeg maar. En dan kan hij wat beter die verf hechten. Zo, alles is afgeplakt. Dit wordt zwart. Dit wordt wit. Deze dingetjes worden ook wit. Ja. Maar eerst moet alles in de grondverf, oftewel de primer. Dus dan gaan we dat eerst doen. Dus deze. En daarna hebben we nog de zwart en de wit. Done, eh? Oké, de verf is nu droog, dus we kunnen hem nu in elkaar gaan zetten en daarna ga ik hem monteren. Hier, die bakjes zijn wel gelegd.
Nou, het is inmiddels donker geworden, dus zoals jullie kunnen zien brandt hij wel aardig fel. Ik vind het een mooi project geworden. Hij is mooi wit inderdaad met de combinatie zwart. Dus ik ben wel blij met hoe die geworden is. Wil je nou meer van deze filmpjes zien? Druk dan hieronder even op abonneren op het rode knopje. En vergeet er niet het belletje in te drukken. En dan zien jullie iedere video van mij die naar boven komt. En tot de volgende keer.